De Achterhoek stond dinsdag in de verschillende gemeenten stil bij de dodenherdenking. Om klokslag 8 uur was de regio 2 minuten stil. In Varsseveld werd de dag aangegrepen om via een livestream vanuit de kerk oorlogsverhalen uit het dorp en de omliggende kernen Heelweg, Sinderen en Westendorp te vertellen. Het is eigenlijk ontzettend belangrijk dat je steeds, ook voor de mensen zelf die het meegemaakt hebben, dat ze het kunnen blijven vertellen. Zolang dat ze het niet hebben kunnen of willen vertellen. Er was geen ruimte voor, bij henzelf niet en bij anderen niet. Nederland moest weer herbouwd worden. Inmiddels is er volgens de predikant wel ruimte voor de verhalen. Zo werd dinsdagavond het aangrijpende verhaal verteld van 3 kinderen van 3, 4 en 5 jaar oud, die aan het einde van de oorlog om het leven kwamen door een Engelse luchtaanval in Sinderen. Zoals bij die kinderen in Sinderen, dat het heel belangrijk is dat die verhalen verteld blijven worden. Deze mensen hebben levenslang gehad. Die ouders, maar ook broertjes en zusjes, familieleden. Dat gaat nog generaties door. Volgens Datema kunnen de verhalen die verteld werden ook als inspiratie dienen voor de huidige tijd. Als je het hebt over gastvrijheid, om denken om een ander, om dienstbaarheid, dan kun je natuurlijk in deze coronatijd daar van alles bij denken. En ik denk ook gewoon in onze maatschappij, een beetje op elkaar letten, een beetje elkaar proberen van dienst te zijn. Dat is denk ik al iets heel belangrijks. En ook kijken naar gevaren die ons misschien nu ook bedreigen. Hè? Dat onze vrijheid misschien weer bedreigd wordt. En dat we daar alert op zijn. Naast de herdenking in Varsseveld legde de gemeentebestuur uit de regio in kleine kring kransen bij verschillende oorlogsmonumenten in hun gemeente. Datema hoopt volgend jaar weer te kunnen gedenken bij het oorlogsmonument in Varsseveld. Dat als het weer mag en kan, dat het heel erg druk zal zijn bij het monument aan de Irenestraat. Waar we dan allemaal weer gezamenlijk 2 minuten stil zijn en het Wilhelmus zullen zingen. Dat hoop ik van harte dat het volgend jaar weer kan.